kleuren gewoon heel mooi. I'm gonna show you love. Ik ben Stien en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een soort van vlog van de meetings in Dreamland. Want zoals jullie misschien wel weten zijn er al 3 meetings geweest. 1 in Dreamland Waregem, 1 in Dreamland Mechelen. En ja, de andere moet eigenlijk nog komen in Dreamland Leden. Alle info voor die meeting staat in het linkje in de beschrijving. Dus dan kan je eens kijken of je kan komen. En dan kan ik jullie allemaal ontmoeten. Maar dus, ik heb een beetje gevlogd op die meetings. En dat ga ik jullie vandaag laten zien. En ik ga ook mijn eigen back to school collectie bij Dreamland laten zien vandaag. Voordat we gaan beginnen met deze video, vergeet geen duimpje omhoog te zetten, abonneren op mijn kanaal en laten we dan maar snel beginnen met de video. Let's go! Als eerste was er de meeting in Dreamland Waregem, waar echt super veel volk was. Ik heb daar niet zo heel veel kunnen filmen, maar ik heb wel een keileuke TikTok kunnen maken en die zag er zo uit. Beautiful people, top designer clothes, front row fashion shows, what you do and who'd you know, inside the world. Dat was echt een superleuke meeting. Jens en ik hebben ook een unboxing gemaakt van alle cadeautjes die ik daar heb gekregen. Dus die video komt er ook binnenkort aan. Dan de volgende meeting, die eigenlijk nog maar net is geweest, was de meeting in Dreamland Mechelen. Waar opnieuw echt super veel lieve fans waren. En daar heb ik wel heel veel kunnen filmen. Dus hier komt het. Hey iedereen, ik ben nu onderweg naar de meeting in Mechelen. I don't care. Een foto bij mij, dan kan je komen naar de meeting in Dreamland Leden. Alle info staat in de beschrijving of in de reacties, dus check dat zeker, want dan kan ik jullie misschien zien. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, heb ik dus mijn eigen back to school collectie bij Dreamland en ik ga die nu aan jullie tonen. Ik vind het echt super leuke spulletjes, echt perfect voor het nieuwe schooljaar. Dus ja, die ga ik nu tonen. Oké. Ik heb er dus een grote doos. Als eerste heb ik deze tas. En die vind ik echt super cool. Hier staat op Girl Power. En hier heeft hij glittertje. Super mooi. En hij is ook echt goed groot, dus er past keiveel in. En dit schattig pomponnetje hangt er ook aan. Perfect om al je boeken mee naar school te nemen. Volgende is echt een van mijn favoriete dingen dat er eigenlijk zijn. Namelijk deze map. Ik vind hem echt gewoon zo mooi. Er staat hier op Be Yourself in het goud. En dan hier de hartjes en mijn naam hier. En dat ziet er gewoon roos van binnen uit. Dan heb ik nog een grotere map. En dat is deze. Hij heeft ook weer die ruitjes. En in het goud staat erop Girl Power. En de zijkant is roos. En staat ook weer door dat hartje op. En dan heb ik nog een map. En dat is namelijk deze. En zo'n map vind ik echt super handig. Want hier kan je losse papieren insteken. Deze vind ik ook echt super mooi. Het volgende wat ik heb is deze pennenzak. En hier staat ook weer Girl Power op in het goud. En de rits is dan blauw. En hier is ook weer zo glitter. Volgende is dit leuke kafpapier. En hij heeft ook weer ruitjes en mooie pastelkleurtjes. Zo ziet hij eruit.
Ik vind hem echt kei cool. En dan als laatste van mijn eigen back to school collectie heb ik natuurlijk ook etiketten. Want dat kan natuurlijk niet ontbreken op je mappen of boeken. Met de pastelkleurtjes. Echt kei cool. Zo, dat was eigenlijk alles van mijn back to school collectie. Deze kan je dus kopen in alle Dreamland winkels in België of online. Linkje staat ook in de beschrijving. Dit is dan de video. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Bye! Mwah!